Toe za. Heb jij nou een grappige of originele vraag aan een van deze profvoetballers? Laat het dan weten hier beneden in de comments. De volgende keer ga ik een aantal vragen van jullie uitkiezen. Voor nu, Sven, wat was de beste pokoe in 2016? De beste pokoe is Ik was al binnen van Broederliefde. Die is lastig. Ik heb veel goede liedjes gehoord in 2016. In mijn Spotify-lijst van meest afgespeelde nummers stond toch Blondina Brunetta van Ice Kid. Drake met Controller. Doet me terugdenken aan de vakantie, aan die hele mooie tijd. Mijn favoriete pokoe van 2016? Ik ga toch voor Gas van Seven Alias. Waarom? Ik weet niet. Linkerbaan. Gas. Paraplu, man, van Frenna. Sowieso. Toch wel de nieuwe van Broederliefde. Dat is een nieuwe album. Het is een feit. Ems, man, van Broederliefde. En het is een feit. Het is lastig, man. Het is echt veel. Want er zijn veel albums uitgekomen, maar ik denk toch... Van Lijpen, jezelf. Ik denk dat die wel toch bij mij op nummer 1 staat. Beste pokoe van 2016. Het is lastig, want ik ben een muziekliefhebber. Dus ik heb meestal fases dat ik een pokoe echt tof vind. Maar ik moet zeggen, pokoes als Work, Controller, Litty Again van Meek Mill. Dat zijn wel mijn toppers die ik nog steeds draai. Wat vond jij die beste pokoe van 2016? Olle, dat is natuurlijk mijn eigen pokoe. Het is klaar. Het beste liedje is Hardeveel. Same Peloton. In 2016 zijn veel goede pokoes gedropt, man. Sowieso SBMG, strak gekomen. Frenna, SFB, die gasten zijn goed gekomen. Ja, Broederliefde sowieso. Maar op de valreep kwam Ems met Het is een feit, man. Ja, wat moet ik je zeggen? Het is een feit, man. Ems, ik zie je. Beste pokoe in 2016. Ja, toch wel van Ems, het is een feit. Ook weer niet één pokoe ga kiezen. Ik ga kiezen voor sowieso de Broederliefde. Natuurlijk alle dingen die ze gedaan hebben in 2016. Volgens mij is het een mooi jaar voor hun geweest. Dus Broederliefde. Gas van Seven Alias. SBMG, Money Life. Voor mij MHD, La Puissance, Afro-Trap Party. Kom van Franse muziek. Ah, alles kennen. La Puissance, que la Puissance. J'ai pas connu la tête depuis mon existence. Ik denk wel, Ems, het is een feit, man. Die staat 24 uur op repeat, man. Komt als een bom. Toetan. Nu sta je hier, een SFB, Ronnie Flex en Broederliefde. En zo naar hun, man. De beste pokoe van 2016 is voor mij dan toch Gas. Los van dat ik het zelf een vet liedje vind. Mijn kinderen vinden het heel vet. En ze zingen het de hele dag. Linkerbaan. Gas. Karim, wat was de beste dans uit 2016? En doe hem gelijk even voor. Nou, ik kan hem niet voordoen, maar ik denk dat het toch wel die van Tony Villena tegen de wedstrijd van AZ. Ik weet niet wat er in zijn hoofd omging, maar hij deed wel en uiteindelijk zag het er wel vet uit. Ook SO naar hem, toevallig ook op de kamer hier. Ik get niet fam. Ja man, en het was iets van zo. Ik kan het niet voor je voordoen of zo, man, maar de mooiste dans. Ik denk die was van check, man, check. Nee, Finesse Dun, man. Finesse Dun van Moula B. Ze eten. Hij kopt alles kapot. Oh ja, maar de coolste dans uit 2016, dat is zeker niet de dab, maar dat is de hula hoop actie van Soufiane Touzani in de Vrije Trappen Challenge. Nee! De coolste dans in 2016, het is geen dans. Het is meer een beweging en ik ga voor de dab. En waarom dab? Ja, dat is gewoon even makkelijk. En... Ilias, als het makkelijk is, dan moet je hem ook even voordoen. Nou moet ik hem voordoen, maar ik sta daar ook in beeld, maar gaan we proberen. Alla. Dit schijnt de dab te zijn, maar dat in ieder geval. Niemand kan beter dabben. Deze oude dans eigenlijk van Ottomaans Rijk. Jij doet het zo. Jij beschermt jouw ogen voor een vrouw die jou wil prikken in de ogen. Een mooiste dans 2016. Deze. Griezmannetje. Die is toch wel de mooiste, man. Die moet ik ook nog een keer doen als ik scoor. Als ik een keertje scoor. Mijn coolste dans. Ja, ik hoef niet ver te zoeken. Ik denk dat het toch wel mijn goal celebration was. Coolste dans is Asunto.
Maar helaas kan ik dat niet voordoen, ik zit nu in de bus, dus... De dans. Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk, want overal waar ik kom, ook in Limburg, vraagt ze natuurlijk om de dep. Dus ja, ja, dan ga ik voor de dep. Gaan we even doen dan. Zal ik hem inzetten? Dat is hem toch? Nathan, nog één keertje. Nog een keer? Zo, die staat erop toch? Coolste dans van 2016 was, denk ik, Juju on that beat. Er zijn heel veel goede dansjes geweest in 2016, maar dit is eentje die sowieso de boek in gaat. Van mijn jongen, van mijn broertje, Ivanildo Tony, ik zie hem man. Pas, naar voren, dit is, je hebt hem in zijn debut toch? Boep, 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 je kijkt om je heen, wat gebeurt? Niks. Huppa, daar gaan we weer. Reverse, daarachter. Ik heb ook gespoord, je bent in de club, hoor, zie je zo doen. Jason, gruwelijk. Even totaal iets anders. Wat moet er gebeuren in 2017 om de wereld een beetje beter te maken? Ali. 2017 zou de wereld een beetje beter worden als de mensen zouden leven en laten leven. Dat iedereen moet kunnen zijn wie hij wil zijn. Doe je ding. Ik denk dat we positiever moeten worden. Meer om een ander denken en liever voor elkaar zijn en elkaar meer helpen. En dat we meer naar onszelf moeten gaan kijken. Dat de wereld verbetert. Dus je weet toch, leef, laat leven en probeer ondertussen iedereen een beetje te helpen. De wereld een beetje mooier te maken. Het is het minste wat we kunnen doen voor wat we hebben gekregen. Ik vind sowieso dat mensen weer gewoon lekker met zichzelf bezig moeten zijn. Laat iedereen gewoon lekker zijn leven leiden en niet zo judgmental zijn. Nou, misschien één dingetje, dat behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden. En is gewoon een beetje lief voor elkaar. En als je elkaar kan helpen, doe dat gewoon. Snap je? Niet een vooroordeel hebben, kijk. Niet iedereen is hoe als jij zou willen, maar we moeten elkaar wat meer accepteren. Veel misgunners, veel haters, veel mensen die elkaar naar beneden willen halen. Sowieso die oorlogen en dat soort dingen, dat moet veranderen. Ik denk toch wel dat iedereen met meer respect moet omgaan. En elkaar wat meer moet gunnen. Meer liefde op aarde. Ja man. Elkaar in de waarde laten en heb ik het meer over geloof. Als we iedereen gewoon heel respecteren. Met elke geloof wat diegene heeft, dan geloof ik zeker in een betere toekomst, man. Ik heb daar geen verstand van. Iedereen moet elkaar gewoon accepteren zoals het is. Geen gezeik op elkaar. Dan moet het goed komen. Mensen moeten gewoon liever voor elkaar zijn, man. Als er wat gebeurt, mensen proberen je neer te halen. Mensen proberen je te kleineren. De beste. Die dingen moeten gewoon kappen, man. Dat is zonde, man. Laten we elkaar allemaal respecteren. Maakt niet uit hoe je eruit ziet. Wat voor huidskleur. Wat voor geloof, laten we elkaar met z'n allen gewoon goed met elkaar omgaan en elkaar respecteren. Ik denk respect. Respect op nummer 1. Ik denk dat dat wel de wereld beter gaat maken. Of ik er zelf wat aan kan veranderen, denk het niet. Maar het zou wel fijn zijn als dat wat minder zou worden. Gewoon die terroristische aanvallen gewoon op de hele wereld. Dat er een beetje emotioneel van. Mijn ergste blooper is. Mijn eigen goal tegen ADO. Ik denk dat deze echt niet kon gewoon, want ik wou hem vooruit schieten en hij ging gewoon achteruit, dus helaas. Herken je die wedstrijd nog van Twente PSV vorig jaar? Toen ik die 1-1 maakte. Toen moest ik duiken over die reclamebord. En hij deed pijn, man. Ga jullie eerlijk zeggen, man. Mijn ergste blooper in 2016 was dat ik mijn haar had geblondeerd. Want het zag er echt niet uit. Mijn ergste blooper in 2016 was toen ik mijn voet brak op het stoeprandje. Zoals velen van jullie misschien wel kunnen herinneren. Dat was niet al te best. Bij het laatste interview zat ik een beetje fascineerd en ik stotterde van Zij praat domme dingen, maar ik kwam er heel dom uit, man. Ik kreeg een panna, man. Maar ja, als je ze vaak uitdeelt, dan kan je hem ook wel eens ontvangen. Mijn ergste blooper, ja, dan is het toch wel die panna eigenlijk van Elia, man. Als je ziet hoe hij me eigenlijk langs de lijn van Schut heeft gezet voor iedereen. En de nare berichten die ik daarna krijg, ja, dan is het toch wel die panna eigenlijk, man. Dus Elia, pas op, want ik kom je halen in 2017. We hadden een nieuwe werknemer op de club. En ik riep hem, ik wist nog niet zijn naam, dus ik riep hem bij zijn verkeerde naam. En hij reageerde daar niet op. Toen schreeuwde ik het en toen keek hij naar me zo van, waarom schreeuw je eigenlijk, zo heet ik niet eens.
Dus dat was wel een blooper, dat was wel lelijk. Ergste blooper was toch wel dat ik mezelf heb geblesseerd op de training. Ja, weet je, we komen er niet, we komen niet zonder kleurschip. Kat. Blooper, nou, als er eentje in mijn gedachten komt, is het die gemiste penalty. Dag ervoor veel chaos, Hakim speelde niet, wie gaat hem nemen? Sowieso zou ik hem nemen. Maar eindstand mis ik hem gewoon als een kleine vriendje, man. Maar uiteindelijk wel de 1-0 gescoord. Laat me dat ook even gelijk vermelden. Mijn ergste blooper in 2016 was dat ik gewoon in mijn trainingspakje op een sponsor aangelegenheid kwam. Ik wist niet van tevoren dat, dat ik in nette kleding moest komen, dus ik kwam daar aan. En ja, iedereen was in stropdas, netjes pak en ik had mijn trainingspak aan van Zweden. Dus was geen beste binnenkomen. Ja, dat was toch de gemiste penalty tegen Heracles Almelo thuis. Olim, hebben Miss Nederland graag om te trouwen? Zij zeggen nee. Als ze denken aan dat, worden weer emotioneel. Kom mijn oude herinneringen naar boven, dat mijn grootste bliep her. Het gaat over een meisje, die ik een keer heel lang heb gesproken. Vervolgens komt ze een paar maanden later naar me toe en ik herkende die, terwijl ik echt best een goed gesprek met haar gehad. Ik heb van het ongemakkelijke gevoel een liedje gemaakt samen met Maeve. Het liedje heet Ik hoop dat ik jou niet beledig, volgens mij. Ik kan terugluisteren op YouTube. En ik zweer het, ik kom er later weer tegen. En ik herkende het er weer niet. Dit is echt kut. Dus zelfs na een liedje, dat is fucked up. Ik heb een heel liedje over haar geschreven. Ik kom er tegen, ze blijft me aankijken en ik denk, wat de fuck kijkt deze chick me aan? Tot ik op een gegeven moment het niet kon laten en ik zei, ken ik je ergens van? En ineens valt fucking kwartje. Dat was diezelfde ongemakkelijke vraag die ik een keer daarvoor ook had gesteld. Ik heb niks ergens meegemaakt in 2016 dat ik zelf een blooper heb gemaakt. Maar ik weet wel iemand anders, man. Donnie. Die in die zwembad van hem. Dat is toch wel de ergste, man, in 2016. Die is echt de ergste, man. Nee, nee. Oh. Oh. Wat is er gebeurd? Nee, no. Van mij, weet je toch, ik riep voor. Loop achteruit. Tegen een Porsche aan, ja, dat was niet verstandig. Ja, die van Josh weet ik ook wel. Was laatst nog. Ja. Voorloop tegen een busje. Met een nieuwe auto. Oh. Ja, die voor tegen een busje. Ja, ja. Die en die van mij? Volgens mij had ik mijn velgen gekrapt, man. Maar... Dat is je ergste blooper? Ja. Ja, dat geloof ik niet. Wat dan? Ja. Ik weet zeker dat je gelijk hebt. Hai. Tot slot, wat wil je zeggen tegen de kijkers? Ik wil iedereen een gelukkige, gezonde, mooie, liefdevolle nieuwjaar wensen. En ik hoop dat het een hele mooie 2017 gaat worden. Groetjes uit Marbella. Ben op trainingskamp. Ga er een mooie week van maken. En ik zie jullie een andere keer. Haal ik Tom Boom. Blijf genieten van Toussaint TV. Leuke filmpjes. En zo naar Toussaint Vlog. Peace, ik wens iedereen alle geluk en liefde in 2017 en laten we weer een mooi jaar van maken. Ik wens jullie allemaal een super 2017. Ga vaker bij je moeder langs om haar te zien. Score geen 9, score een 10. Ik weet niet wat Toussaint hier aan verdient. Misschien wel een ton of 10. Verspreid liefde en hou van elkaar. Sufien Tuzani, wens jou ook een gelukkig 2017 rollen. Mogen jullie beste wensen uitkomen. Doe je beste met wat je doet, wat je leuk vindt. Nog ervoor dat je 100% alles geeft. En hopelijk zien we elkaar, misschien op straat, maar ik zie jullie. Love. Ik hoop dat het een mooi jaar wordt, 2017 zoals 2016. En dat we stappen maken. Veel plezier allemaal. Ja. Wat willen jullie zeggen als laatste? Tegen de kijkers. Ja, ik wens jullie het beste voor dit jaar. En maak er een mooi jaar van. Ja man, veel liefde, veel zegeningen van God. Doe je best op school. Ja, ik wil jullie beste wensen. Mogen al je wensen uitkomen, alle geluk, alle liefde. Geniet ervan en maak er het beste van. Peace and love. Ja, ik wens jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar, een beetje nog aan de late kant. Maar een beetje beter te laat dan nooit. Wees goed voor je familie. Dat is het allerbelangrijkste in het leven. Vrienden ook natuurlijk. Weet wie je echte vrienden zijn en wie niet. Voor je echte vrienden moet je goed zijn. En maak er een mooi 2017 van. Ik wil natuurlijk iedereen een heel liefdevol, gezond 2017 wensen. En dat al jullie sportieve dromen naar uit mogen komen. Ik wil iedereen happy nieuwjaar wensen. Dat al je wensen mogen uitkomen dit jaar. Geluk, veel en liefde. Groetjes.
Nou, ik wens iedereen een goed nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar, veel gezondheid en veel geluk. Alle kijkers van Toussani TV natuurlijk bedanken voor het kijken van dit filmpje. Abonneer op zijn kanaal. Dit was Quincy Promes. Ik ben eventjes in Amsterdam. Mogen al jullie wensen uitkomen. Asku. Ja, 2017 is het jaar dat jullie kunnen nadenken over wat jullie hebben te bieden. Iedereen is bezig met wat kan ik krijgen, maar als we allemaal wat komen brengen, krijg je overvloed. Als we allemaal wat komen halen, krijg je schaarste. Dus denk nou over wat jij kunt geven, wat wil je geven, waar maak je mensen blij mee, wat vind je leuk om te doen. Combineer die twee dingen. Eat stuff, eat time. Nou dames en heren, ik wil jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen. Maak er het beste van. Als je een droom hebt, ga er vol voor. En wie weet wat er allemaal voor moois te wachten op je staat. Ik geef jullie allemaal een duimpje voor het nieuwjaar. Twee duimpjes, maar dan valt mijn mobiel om. Doei! Volg, deel, like, dat soort dingen. Zoiets. Sjoef, 100% liefde jongen, voor jou. Ondertussen is het koud hier, jullie weten niet.